goedemorgen. Jackie. Jackie is net zei nat geregend, hè? Dan komt hij nou weer zijn natte pak even uitsmeren bij mij. Maandagochtend. En ik ben eerst nog even thuis, want ik heb zo meteen een telefoontje van de internist. Vorige week natuurlijk bloed geprikt voor de diabetes. En dan heb ik zo meteen even overleg met de internist. En dan ga ik daarna ga ik naar de zaak. En normaal gesproken ga ik naar het ziekenhuis voor het gesprekje met de internist. Dat is meestal 2 keer per jaar. Maar vanwege corona gebeurt dat nu telefonisch ook. En daarna, ik kan het natuurlijk niet helemaal laten zien. Er staan natuurlijk adressen op. Heel veel. Oh, laat ik het nou wel met adres zien? Nee. Heel veel bestellingjes binnengekregen gisteren nog op moederdag. Dus dat was super leuk. Die ga ik verwerken. En heel veel, dan bedoel ik 1, 2, 7 zijn dit er. Nou, dat vind ik heel leuk voor één dag. Oh, je gaat op mijn toetsenbord staan. Doe nou niet. Zeg maar, waar is de attention? Kijk dat pootje dan. Of ik even door wil gaan met aaien. Kijk dat pootje. Dat raakt mijn haar lekker, Jack. Nee, niet dus. Oké. Hoe gaat het? Ja, het hoort met jou, hè? Hij blijft gewoon een beetje leunen zo. Zeker weten dat ik die arm niet weghaal. Dus, het is een ochtendje weer Artifacts. En vanmiddag ben ik weer in de studio. En ik ben al met de nieuwe Dare bezig die deze week uitkomt. Ik hoop eigenlijk dat ik hem af heb voor woensdag. Zodat ik het woensdag al kan laten zien. Want dan komt de studiovlog gewoon op vrijdag. Ja, het is wat mensen, al die planning. Anyway, tot de volgende keer, helemaal niet. Nou, doei. Lekker werken. Doei. Nou ja, als ik wat kan doen. Hè? Jack, wat zeg je ervan? Wat zeg jij ervan? Doei. Even om, hè? Hallo. Oh. De schoonmaakster schijnt er. En daar is Jack geen fan van, hè, Jack? Nee, hè? Maar ze doet hem niks natuurlijk. Ze zijn gewoon muis aan het poetsen. Oh, ja. Nou, niet zo boos doen. Oh, zo. Mijn oog er half uit. Ik was vanochtend op de zaak en ik ben nu dus weer thuis om nog wat pakketjes in te pakken. Dat heb ik trouwens net gedaan. Dus ik heb hier een tasje met pakketjes, stuk of 6, 7. Superleuk natuurlijk weer. Ja, die ga ik zo van wegbrengen. Maar het regent, dus ik wacht even een telletje. En de schoonmaakster zijn er nog, dus ik wacht even tot ze klaar zijn. Ja, hè? Dat vind je helemaal niet leuk, hè? Nee, allemaal mensen in zijn huis vindt hij niet leuk, hè? Vind je niet leuk, niet? Hij is er niet gerust op. Nou, doei! Thank you.
Ligt er geen regen dan? Nee. Ik denk, er ligt allemaal regen op. Hallo? Nee, ik doe niks. Ik laat je liggen, hoor. Ik laat je liggen, jongen. Hè? Je denkt, ik ga veilig buiten zitten. Die werksters bevallen je niet, hè? Nee. Nou. Oh, ik dacht, ik kan hem switchen, maar dat kan ik helemaal niet. Hé, hey, doei. Ik wilde dus even zo doen. Hé, hey, Jackie. Lig je lekker? Nee, lekker buiten liggen. Ga ik even wandelen zo. Ja? Blijf je dan hier? Misschien gaat het zo nog regenen, vriend. Ja. Is die zeiknat? Dat is dan pech. Doei, Jack.
is hij lekker. Hallo? Wat is de Jack? Hè? Je voer. Heb je honger? Kom, maar eten pakken? Nou, ga maar zeggen waar. Je weet het precies, hè? Loop maar. Ja, hier is de voorraadkast. Lekker een brakkie. Hallo? Ja, wat heb ik voor je? Kalf. Ah, lekker. Kat eet kalf. Goed zo. En nu? En nu? En nu? Zeg het maar. Plagen, hè? Hallo, hallo. Goedemorgen. Dinsdagochtend. Twee van het gezin slapen nog. Vaders en Sanne. Dat zijn geen vroege vogels, laat ik het zo zeggen. Dat zijn nachthuilen. Ruben is naar school. Die heeft op maandag en woensdag online. En vandaag dinsdag is hij naar school. Donderdag en vrijdag is hij weer vrij. Donderdag is hemelvaartsdag. Jee, dus dan is hij weer vrij. En ik ga zo meteen verder met de derde. Was ik gisteravond al even aan begonnen, maar het werd toch een beetje schemerig. En dan is het niet handig om te filmen. En ik ga nu eerst mijn sensor op mijn arm vervangen, want die is zojuist afgelopen. En ik dacht, dat laat ik jullie ook eens even zien. Dus, dat is deze, de Freestyle Libre 2. En daarmee scan ik dus de bloedwaarde in mijn bloed. Nou, eigenlijk scant hij natuurlijk je weefsel wat er omheen zit. Maar wat doet het? Je hoeft niet meer in je vingers te prikken. Daar gaat het om. Dus ik ga je even neerzetten. Zo, hier. Je staat even op het aanrecht. Jo. En kijken, dan zie je me helemaal niet meer. Maar zo een beetje nog. Dus dit doosje. Die maak je open. Hallo. En dan zitten er de attributen in. Nou, er staat altijd een code op. En die kijk ik dan even na. Of de code op de prikker hetzelfde is. Ja, die is hetzelfde. Het is me nog nooit gebeurd dat het niet zo is. Ik heb mijn arm ook nog niet schoongemaakt. Wacht even. Pak even een appelsloppie. Eigenlijk moet je volgens mij helemaal je arm met zeep wassen en scheren. De haartjes eraf halen zodat er zo min mogelijk vuil op zit. Daar heb ik ook al zin in. Dus ik heb altijd allemaal pleisters over mijn sensor heen geplakt. Dus hij gaat nu aan deze arm, ja, waar de ugly tattoo zit. Ach ja, maken we die even schoon. Zo goed als dat het gaat natuurlijk. Dus dat gaat weer terug in het doosje. Hup, alles hoor je erin. Nou, draai je deze draai je open. En dan zie je, hier zit de sensor in. En die ga ik zo als een soort eier prikken. Of hier zit hij nog niet in. Ja, hier zit hij wel in. Die ga ik als een soort eierprikker in mijn arm schieten. Dus als hij er niet tegen kan, skip dan even. Er komt geen bloed bij of zo, maar misschien het idee dat ik dat doe, dat je dat niet zo fijn vindt. Dat kan. En dit apparaatje, daar zit een naald in. Dus nu zet ik deze twee op elkaar. Ik druk hem even in. Goed gedaan. Ja, dat denk ik wel. En er zit een naald er dus in. Dus als je dat niet fijn vindt, skippen. En dan moet je dus eigenlijk een plekje vinden. Er mag geen moedervlek zitten en bladibladibla. Maar goed, ik ga het gewoon even zo doen. Kijk, hier zo ga ik dus mijn dingetje schieten. Dus dan zet ik hem erop. Ik gok gewoon dat dit de goede plek is. En dan doe ik raam. Hoppakee. Nou, voel je eigenlijk helemaal niks van. En dan druk ik hem altijd een beetje aan. Zodat ik denk dat dat pleistertje goed plakt. Kijk. Nou, dan zit hij erop. En dan moet ik hem scannen met mijn telefoon. Maar daar kijk ik nu naar. Dus dat gaat nu even niet. En dan is hij over een uur is hij weer beschikbaar. Dus nu kan ik een uur eigenlijk mijn bloedwaarde niet meten. Maar dan prik ik in mijn vingers als ik denk dat ik het even moet weten. En deze, die kan er dan gewoon af. Maar zoals je ziet,
aan het einde laat hij al een beetje los. Ah, heb eens. Kijk. Nou, en is hij er weer af. En dan gaat hij aan deze kant weer opladen, zeg maar. Dus over een uurtje kan ik hem weer scannen. Nou, tot zover de Diabetes TV. Doei. Oh, hallo. Ja, Jack, jij bent hier ook, hè? Hi. Hij kwam even kijken. Hij lag op de stoel te slapen, maar blijkbaar... Oh, moet je erbij? Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja. Hou je er wel bij? Ik dacht, je ligt op de... Oh, je bent helemaal slaperig, hè? Ja. Je bent een beetje slaperig. Altijd. Je bent altijd slaperig. Dus, wat ik nu ga doen... Mijn camera hangt al klaar. Het is mobilitie, dat ga ik niet doen. Ik ga verder met de derde. Je ziet hem daar al liggen. De achterkant. Ik had hem een stukje opgenomen. Au. Ik zet even zijn nagels in mijn been. Doe maar. Lekker hoor. Hé? Oh, dat is zo goed. Ah, jullie krijgen ook een koppie. Nou, dat is lief. Maar goed, dinsdag dus. 11 mei. En ik ga eerst verder met mijn haar afmaken en editen en doen. Wat zou ik nou doen? Oh ja, ik moet verder met illustraties. Ik wil er minimaal 2 maken vandaag voor het boek. En ik heb nog wat werk aan mijn website as usual en mijn blog. En ik was ook nog bezig met mijn contentkalender. Dus dan weten jullie in ieder geval wat ik vandaag aan het doen ben. Het wordt echt een dagje in de studio. Nou voelt dat helemaal niet als werken. Dat is gewoon echt alleen maar fijn. En Jackie... Hi, je zit er wel mee te luisteren, hè? Ja, hij is er ook weer bij. Nou, doei. Gewoon te wachten in de garage. Want ik ga lunchen met mijn vriendinnen. En we gaan op het fietsje
En eigenlijk staat mijn fiets erachter, die paarse. Maar die heeft een lekker band. Dus nou ga ik op mijn oude moederfiets. Dat ding is ook al 18 jaar oud. Kijken of ik het nog kan fietsen. Kijk eens waar die is. Hi Jack. Ben je erin gekropen? Ja. Kijk eens, een heel klein. Ja, met een plantje die af en toe een beetje gek doet. Maar kijk nou. Lig je lekker. Het is hartstikke mooi weer buiten. Ga je in dat vakje? Hey. Lekker liggen. Lekker liggen. Want die stijgt er ineens uit. Oeh, oké, okay, sorry. Nou. Wat is het, Hikkie? Wat is er? Wat zag je? Wat zag je? Wat zag je? Een vogel, hè? Oh, hij zit er nog. Daar zit er nog. Ja, daar. Daar zit hij. Hey. Kunnen jullie niet zien, zeker? Buiten. Ja, daar vloog hij weg. Jullie zagen hem ook. Hey, knuffie. Het is alweer woensdagavond. Ik heb nog niet eens zoveel kunnen filmen vandaag. Hey. Dus nu maar eventjes snel. De wees dat ook nog aan, dus die hoor je ook nog. Ik zit lekker in mijn studio. Ik ga nog even lekker in mijn hobonitie werken. Lekker. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ja, mijn stoel kraakt echt helemaal. Het is vandaag donderdag, Hemelvaartsdag. En ik heb eigenlijk helemaal nergens zin in. Heb je dat ook wel eens dat je wakker wordt en dat je echt denkt... Gewoon geen zin. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om wat te maken. Ik zou lekker kunnen daily journalen. Vaak als ik dit doe, dan wil ik wel weer. Maar nu denk ik, kaartjes worden er ook nog uit. Dus, voor degenen die denken dat het bij mij altijd pret en lol en gezellig is. En dat ik altijd overal zin in heb en dat het leuk is. Nope. Ik heb ook mijn off days. En blijkbaar is het vandaag zo'n dag. Dus ik kan twee dingen doen. Of doorpushen omdat ik vind dat ik moet doen. Ik moet nog verder met mijn studio vlog. Ik moet nog dingen maken. Ik heb nog zoveel plannen. Of ik ga denken, weet je wat? Ik ga vandaag gewoon een boek lezen. En ik hoef vandaag eigenlijk niks van mezelf. Als jij nou ook zo'n dag hebt, hoeft er ook gewoon een keer niks van jezelf. Je zal zien dat het je beter doet. Nou, doei. Hey, hoe zit je dan? Het is natuurlijk ook echt schitterend weer. Ik ga lekker even in het zonnetje zitten. Koffietje erbij. Uiteraard Jackie erbij, hè? Ja, dat is een beetje een lastig bankje voor jou, hè? Kijk. Daar zit hij. Oh, hij geeft jullie ook een kusje. En ik heb een boek. En ik heb mijn koffie. En ik heb Jack. En het is nog windstil in huis. Zo noem ik dat altijd. Het is windstil binnen. Alle varkens liggen nog op bed. Ik ga lekker van mijn koffietje en van het zonnetje genieten. Doei. Oké, ik heb echt bloed eten en aarde zit in mijn gezicht, want ik heb net een magnoliaboompje gekocht. Wat ga je doen als je een belegdag hebt? Oh, is helemaal zwart of niet? Nou weet je, dan ga je gewoon even naar de Veense Bukker, dat is het tuincentrum bij ons in het dorp. En we hebben lekker allemaal rotsplantjes gekocht en een magnoliaboompje. En dan word je dan helemaal weer blij van. Nou doei! Kijk dan hoe leuk. Ik hoop dat hij het nog een beetje beter gaat doen. En we hebben hier mijn magnoliaatje. Die ook gelijk gekocht. En kijk wie hier ligt. Zoey, lekker. Lekker hè. Nou en verder ben ik van plan. Dit is mijn workstation. Aardig gekocht. Deze bak had ik van een lieve vriendin gekregen. Met allemaal dat boeletjes erin. Voor Arjan, die had geholpen met haar tuin. En dan ga ik allemaal deze plantjes inzetten. Dat ga ik nu lekker doen. Moet je kijken wat een schitterend weer we hebben. Dan kijk ze lekker. Oh, daar komt hij. Mooi hè, die magnolia. Ja. Hey Jack. Kom even kijken. Ja hè, wat is hier gaande? Wat is dit nou allemaal weer? Nou, doei. En wat doet hij daar nou?
Kijk, hier ligt allemaal afval, rotzooi, allemaal nog opruimen, allemaal geen zin in. Kijk nou, zit hij daartussen te drinken. Rare Jack. Kijk, en terwijl ik heerlijk die plantjes in die bak aan het zetten ben, lekker rommelen. Hé hey Jack, lig je in de buurt hè? Hi. Ja. Tikkie. Lekker toch? Heerlijk. Een beetje luid, Jack. Wat is dat nou weer? Niet gelijk slopen allemaal. Zo, attack. Ik heb net gewoon een kwartier met mijn vertrouwde iPad in van de YouTube fitness. Kwam een alarm tussendoor. Want ik wil fitter worden. Dus ik heb het niet zo op de sportschool. Ik vind dat niks in zo'n zaaltje met al die mensen. Maar ik ben wel te zwaar inmiddels. Was ik al even iets, maar goed. Ik vind het gewoon heel lastig. Maar ik moet gewoon meer bewegen. Dus neem ik jullie ook gelijk even mee. Ik sta nu in mijn slaapkamer een beetje uit te eigen. Ik heb al een kwartier lang oefeningen gedaan. Maar ook echt, weet je wel, met springen en weet ik het allemaal niet. Dus dan zet ik gewoon mijn iPad neer, YouTube filmpje op. En dan sporten maar. Dus ik ben helemaal buiten adem van een heel kwartier. Maar het begin is er daar. Dus misschien ga ik wel een keer naar de sportschool, maar nou ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon niks. Anyway, ik heb het nu gedaan en ik ga even uitpuffen, douchen en even crashen, zeg maar. Doei! Goedemorgen. Ik heb gisteren weer lekker bijgetankt in de zon. Zoals je kan zien, mijn gezicht kleurt altijd vrij snel. De rest van het lichaam blijft achter, dat is dan toch een beetje jammer. En ik ga nu deze studiovlog editen die je nu net gekeken hebt, die ga ik nu dus editen. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. En als dat zo is, laat het me gerust weten. Vind ik hartstikke leuk om reacties te lezen en erop te reageren natuurlijk. En verder vandaag doe ik het gewoon nog steeds een beetje rustig aan. Ik wil een beetje illustreren, een beetje dingetjes ook gewoon lekker voor mezelf tekenen en doen. Dus, tot volgende week. Doei!